Veel lof werd de vrijwilligers van Almelo Allee toegezwaaid tijdens een afterparty woensdagavond in Erve Pezi. Voorzitter Fred ter Horst liet de editie van 2017 in vogelvlucht voorbijgaan. Twee vrijwilligers achter de schermen aan het woord. Agnes Bentink, gebiedscoördinator, en Ben Hulshof, secretaris van de stichting Almelo Allee. Nou, de Almelo Allee die is opgezet om mensen in Almelo in beweging te krijgen. En de verbinding te maken van het buitengebied en de stad. Nou, dat eerste, het Almelo in beweging krijgen, is natuurlijk heel mooi. Want je kunt gaan wandelen, je kunt gaan fietsen en je kunt gaan hardlopen op diverse afstanden. Maar wat dus nieuw was, was dan, en daar kon we mooi gebruik van maken, de castle run. Dus het rondje rond het kasteel. En dat gaan we zeker uitbouwen. Maar dat betekent ook weer in de gedachte van elkaar samen bewegen, is het leuker voor mensen die eigenlijk beginnen met nog eens een keer te gaan hardlopen, om dan ook wat mensen langs het publiek of het publiek langs de lijn te hebben die zeggen, nou, oh, ja, mijn zoon of mijn dochter of mijn vader of die lopen ook mee. En mijn moeder doet natuurlijk ook nog. En zo krijg je natuurlijk wat belangstelling dan wanneer je in je eentje in het bos loopt. Ik maak de verbinding tussen de verschillende partijen rondom Almelo en in Almelo. En in Almelo Allee is mijn uitdaging om juist de verbinding te maken tussen de mensen in de stad en mensen in het buitengebied. En wat SPOA, dat is de Stichting Plattelandsontwikkeling Almelo, waar ik voor werk, juist als doel heeft, is mensen meer te laten genieten van het buitengebied. Mensen kennis te laten maken met alle partijen in het buitengebied en ook meer begrip te kweken voor de bedrijvigheid die buiten in ons mooie buitengebied van Almelo te doen is. In 2018 gaan we wel ook weer verder het buitengebied in. Dit jaar konden onze wandelaars met een bus, dat was ook nieuw. En dan kun je toch verder lopen met de 5 kilometer. Voor de fietsers, want ik coördineer ook voor de fietsers. Voor de fietsers gaan we in 2018 weer terug naar bepaalde routes. Want dat is dit jaar echt niet goed bevallen. Het gaat niet allemaal goed met Almelo Allee. Er gaat wel eens wat mis. En in 2018 hebben we weer een mooie route verder het buitengebied in. En ook weer met pijlen langs de weg. Want dan hebben mensen toch kunnen veel ontspannender fietsen.